Onno Dwarst, directeur bij Ballast Nedam Development. Onno, we hebben je net gehoord over jullie duurzame aanpak voor de bouw. Een punt dat ook wel langskwam bij het debat was het tekort aan vakmensen. Maak jij je daar zorgen over? Ja, uiteindelijk maak ik me zeker zorgen in de algemene zin tekort aan vakmensen in de bouw. We zien dat er nu een schreeuwend tekort zijn. Maar als je kijkt over de energietransitie waar we naartoe willen met z'n allen, denk ik dat we al best heel veel stappen kunnen maken met de huidige voorraad van vakmensen. Ik denk namelijk als we alle mensen en alle projecten die we nu doen heel duurzaam zouden doen, dat we al hele grote slagen maken. En dat we tekort hebben, dat blijkt nu al. Ja, als je nou kijkt naar de opgave die de bouw heeft. De bouwagenda zegt we moeten 1000 woningen per werkdag verduurzamen. Is dat tempo haalbaar? We kunnen niet eens 1000 nieuwe woningen vandaag de dag met alle regels die we kennen bouwen. Dus 1000 woningen echt goed verduurzamen zou een immense opgave zijn. Het is natuurlijk de vraag als je kijkt in de tijd of dit de enige methode wordt of dat we toch ook andere methodes gaan vinden. Sommige woningen hoeven niet extreem duurzaam verduurzaamd te worden bijvoorbeeld. Dus je moet per woning gaan kijken en 1000 is denk ik wel heel erg veel. Ja, ik denk dat het met minder kan. Maar 1000 is wel het sommetje, hè? Als je 7 miljoen woningen hebt of misschien 8 miljoen gebouwen in Nederland, je rekent dat terug tot 2050, dan kom je daarop uit. 1000 woningen per dag. Maar er zal ook een deel wat zeg maar aangesloten kan worden op een andere energievoorziening en daarmee verduurzaamd kunnen worden. Dus een deel zal collectief worden aangepakt en sommige woningen vragen individuele aanpak waarbij je ook de schil gaat doen. En ik denk dat je daar wel een duidelijk onderscheid in moet maken als je zegt we gaan op een ander warmtesysteem het aansluiten en dan noemen we verduurzamen. Ja, dan is 1000 mogelijk. Hoe ga jij daar nou mee om als nu iemand naar jou komt en die zegt van nou moet ik mijn woning wel gaan verduurzamen, want misschien krijg ik straks wel een warmtenet. Wat zeg jij dan? Nou, op het moment dat bekenden, want dat zijn vaak vrienden die dat vragen en soms is het ook zakelijk, dan geef ik aan dat het wel heel belangrijk is. Stap 1 is heel goed isoleren. Doe daar eigenlijk gewoon alles wat je kan en ook de hoogste waarden die eigenlijk mogelijk zijn. Een R7-6 in het dak, dat is vandaag de dag voor renovatie ook gewoon mogelijk om te doen, bijvoorbeeld van de binnenkant. Dus dat is heel erg belangrijk. Maar of je een warmtepomp doet, of bijvoorbeeld wacht totdat het collectieve netten gaat komen, dat hangt heel erg af van je persoon en of je dat echt wil. Want een warmtepomp, werd ook wel genoemd, iedereen heeft een ander comfortniveau wat hij verwacht. Dus op het moment dat je je huis niet geld hebt om helemaal te verduurzamen, te isoleren, ga dan nog niet een warmtepomp doen, stop je geld in de gevel. Onno Dwarst, dankjewel.